De Partij van de Arbeid heeft nu ook het CDA besloten Turkse kandidaten van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te schrappen. Hun omstreden standpunt over de genocide in Armenië is de reden. De partijen vinden het van groot belang dat de kandidaten het fractiestandpunt onderschrijven. De Tweede Kamer sprak in 2004 unaniem uit dat de regering bij onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de Europese Unie steeds de massamoorden op de Armeniërs aan de orde moet stellen. Maar hiermee stelt de regering de Turkse gemeenschap wel op met een groot probleem. En zolang deze gesprek niet op gang komt, zolang publiekelijk binnen de Turkse gemeenschap niet wordt gesproken over de moorden van bijna 90 jaar geleden, dan zullen heel veel mensen inderdaad vastlopen in publieke functie in Nederland uit de Turkse gemeenschap. In Turkije praat men er niet over. En wie er wel over praat, kiest automatisch partij. Ook in Nederland. Als er mensen zijn die willen over spreken, die worden toch niet met open armen ontvangen in de Turkse gemeenschap, ook in Nederland. Die maatschappelijke druk uit de gemeenschap op mensen die andere standpunt zouden hebben, zoals genoemd wordt, Armeense kwestie, is ontzettend druk. Dus mensen lopen vast, mensen durven niet zich publiekelijk uit te spreken. En dan komen ze in onmogelijke omstandigheden terecht. En dat is volgens mij onwenselijk, maar ook heel funest voor de emancipatie en ontwikkeling van de Turkse gemeenschap in Nederland. Ja, maar stel dat je het wel doet, dat je zegt van ja, daar heeft een genocide plaatsgevonden. Wat zijn dan de gevolgen? Als mensen zich publiekelijk uitspreken, dan moeten ze het risico nemen dat ze inderdaad min of meer worden afgestoten uit het deel van de gemeenschap. Dat ze geïsoleerd raken, dat ze worden uitgemaakt voor de verrader, landverrader. Dus ze zullen niet inderdaad kunnen rekenen op enige wezen van sympathie en betrokkenheid van gemeenschap. En dat maakt de individu ontzettend kwetsbaar rond deze discussie. Zeki Arslan ondervond zelf hoe gevoelig de Armeense kwestie ligt als men hem aan de orde wil stellen. Ik heb geprobeerd, half jaar geleden, en die moeilijkheden heb ik ondervonden, tot persoonlijke bedreigingen toe. Daarom erken ik en ik begrijp ook hoe lastig is en hoe moeilijk is vanuit de Turkse gemeenschap die publieke debat voeren over de Armeense kwestie zonder persoonlijke risico te nemen. Dat moet afgelopen zijn. En ik denk dat het initiatief voor deze publieke debat eerlijk gezegd moet ook genomen worden door Nederlandse politieke partij en Turkse organisatie met de inbreng van Nederlandse overheden en instellingen. Anders lopen wij zijn al vastgelopen eerlijk gezegd, want dat is wat er nu gebeurd is. In Turkije begrijpt men dat politici hier zich proberen te redden door te zeggen dat het privéstandpunt anders is dan het partijstandpunt. Nou heeft meneer Tonsja gezegd, ik zou het hebben ondertekend als ik in de Tweede Kamer heb gezeten, maar privé denk ik er anders over. Wordt dat begrepen in de Turkse gemeenschap? Nou, ik denk dat mensen die Turkse gemeenschap weten hoe zwaar en welke taboe berust op de Armeense kwestie, die begrijpen dat allemaal. Omdat inderdaad je publieke functie gewoon niet kan functioneren als je daar geen rekening mee houdt, want er wordt niet over gesproken. En als er voor gesproken wordt, dan ben je tegen de erkenning van deze moorden. Dus en als je meegaat en je erkent, dan word je afgestapt. Dus ik begrijp Tonja en zijn spagaat en onmogelijke positie waar hij nu terechtgekomen is volledig. Arslan vindt dat het moment is aangebroken om de Armeense kwestie in Nederland nu aan de orde te stellen. Nou, ik denk dat alle betrokkenen, ook de politici die nu inderdaad afgetreden zijn, hebben ook een verantwoordelijkheid om inderdaad te ervaren wat dit betekent. En iedereen heeft binnen de Turkse gemeenschap verantwoordelijkheid om de discussie op gang te zetten. Andere optie, eerlijk gezegd, om uit deze padstelling de gemeenschap te bevrijden, het taboe doorbreken rond Armeense kwesties, zie ik eerlijk gezegd niet. De andere opties zijn niet te bedenken. 80 jaar lang is het niet gelukt. Wat zijn de voorwaarden om nu wel te slagen? De publieke discussie binnen de Turkse gemeenschap, met de Armeense gemeenschap, met de politieke partij zou in Nederland onder deze omstandigheden heel goed kunnen gevoerd worden als we elkaar niet uit de tent gaan vechten. Ik sprak nog vanmiddag met Dick Nieuwboer, correspondent van het Parool in Istanbul, over de reacties in Turkije. De Turkse media volgen dit debat op de voet. En één blik in de kranten is al genoeg om te zien dat de Turken er weinig begrip voor hebben. Een van de grootste kranten, vanochtend Hürriyet, vroeg zich eigenlijk in zoveel woorden af of Nederland wel zo democratisch is. Een scherpe toon dus. Ja, zeker een scherpe toon. En Europa en Nederland zijn de laatste jaren zeker zeer kritisch geweest op Turkije. Hebben steeds gezegd dat het niet klopt met de mensenrechten. Ja, en nu zijn er een paar Turken in Nederland die een afwijkende mening hebben. Die zeggen dat er geen genocide was.
En ja, vinden de Turken, die worden meteen de mond gestoerd. Wat vindt men van die druk die Nederland uitoefent op dit moment? Ja, daar zijn de meeste Turken absoluut niet van gediend. Omdat ze gewoon vinden dat er geen Armeense genocide is en daarmee basta. Maar het is opvallend om te weten dat zelfs mensen die willen debatteren over die Armeense genocide, dus kritische intellectuelen die het debat aanzwengelen, dat zelfs die zeggen van Europa, alsjeblieft, bemoei je hier op dit moment niet mee. Nou zijn er nog andere Kamerleden van Turkse komaf in Nederland. Ja. Wat betekent deze affaire voor hen? Nou, er wordt in de Turkse kranten werd er fijntjes op gewezen dat er inderdaad andere Turkse Kamerleden zijn. Er wordt met zoveel woorden gevraagd van ja, wat is hun houding dan? Ontkennen ze die genocide of niet? Zijn ze halfslachtig? De meeste Turken ontkennen de genocide. Dus als de politieke partijen in Nederland deze lijn van het CDA strikt gaan doorvoeren, zal het heel erg moeilijk worden voor Turks-Nederlandse politici om überhaupt nog in de politiek actief te zijn.